De overheid zou het veel meer moeten stimuleren door middel van subsidie. Maar dat gebeurt al, toch? Ja, maar te weinig. De potjes die zijn vaak aan het begin van het jaar, wanneer ze open gaan, al na een week of 3-4 leeg. De ecologen van Touw die hebben zich hard gemaakt om dit groene dak gerealiseerd te krijgen. Dat heeft een aantal jaartjes geduurd, maar uiteindelijk is het gerealiseerd. Daar zijn we heel blij mee. Omdat het een groen dak heel veel voordelen biedt. Anderzijds omdat we als Touw biodiversiteit heel belangrijk vinden. En biodiversiteit is een van de voordelen. En dat willen we ook graag uitdragen. Maar dat is niet het enige voordeel. Even een flitsende opsomming. Zorg voor waardevermeerdering van het pand. De levensduur van het dak eronder, dus het bitumendak wat er ligt, wordt aanzienlijk verlengd. Als we meer groen in onze omgeving hebben, dan voelen we ons fitter. Minder ziekmeldingen. Een regenbui wordt opgenomen als een spons. Minder hitte op het dak. Zonnepanelen gaan langer mee. Het rendement van zonnepanelen wordt verhoogd als ze op een groen dak staan. Best veel voordeel dus. En op dit dak staan ook nog andere planten. Dit is een hazenpootje. Een kruidachtige plant die we hier bewust hebben ingezaaid. Om een meerwaarde te creëren bovenop het sedum. Waardoor we dus meer nectar, meer variatie. Dus nectar voor bijen en vlinders onder meer. Meer variatie in het type begroeiing op het dak realiseren. Wat voor de biodiversiteit echt een plus genereert. Zouden gebouwen steviger gebouwd moeten worden zodat er altijd een groene dak op kan? Ja, ik vind van wel. Ik vind dat daar meer inzet op gepleegd moet worden. En er zijn behoorlijk veel initiatieven bekend nu waarbij dat wel gebeurt. Ik ben ook bij de Zuidas in Amsterdam actief, waar eigenlijk standaard stevig gebouwd wordt, zodat er een behoorlijk dik, omvangrijk groen dak op kan. Dus dikker dan dit. Ja, daarnaast zorgt dit ook voor meer variatie. En meer variatie is voor de biodiversiteit altijd goed. Het is ook in onderzoek aangetoond dat driehoog geen enkel probleem is voor de vliegende insecten, zoals bij dagvlinders. Daarnaast, als hier meer insecten op afkomen, profiteren er ook vleermuizen van. En ook vogels zoals een schoolekster, die een klein kuiltje maakt, vaak in grind, maar dat zou hier ook kunnen. En daar dus een nestlocatie kan vinden. Wat vind je dat de overheid zou moeten doen? De overheid zou het veel meer moeten stimuleren door middel van subsidie. Maar dat gebeurt al, toch? Ja, maar te weinig. De potjes die zijn vaak aan het begin van het jaar, wanneer ze opengaan, al na een week of 3-4 leeg. Dus het is een populaire maatregel. Maar als mensen het allemaal zelf moeten gaan betalen, dan wordt het best wel een dure investering, vooral voor particulieren. Dus ik denk juist dat op maatschappelijke gebouwen heel veel kansen liggen. Er is nog heel veel onbenut dakoppervlak, wat je kan inrichten voor PV-panelen, maar ook wellicht in combinatie met groen dak. Dus ik denk dat we op dit hoog niveau, dus boven maaiveldniveau, echt moeten nadenken over een groene structuur die kan bijdragen aan biodiversiteit, maar ook beleving, welbevinden, gezondheid.